welkom. Ik ben heel blij dat we weer zo'n volle bak hebben. Gewoon heerlijk. Ah ja, nogmaals, meneer Van Maurik, er worden vandaag veel vragen op je afgevuurd weer. Ik heb een aantal mensen alweer gesproken, die hebben echt, die gaan nu ja, toch wel weer het vuur in scheen leggen dadelijk. Dus wees voorbereid, maar dat bent u altijd wel begrepen. Ik heb wel een paar keer gezien en volgens mij is het notariaat in één keer een feest als meneer Van Maurik er is. En iedereen snapt het dadelijk ook, dat is het leuke dadelijk. Ik geef graag het woord aan Philipsen. Nogmaals, dank jullie wel voor het mee organiseren met het congres. We hebben dat hard nodig. Ik moet jullie vertellen dat wij in het voorjaar hebben wij weer een hele mooie spreker. MKB Wiegen staat erop bekend om mooie sprekers in Wiegen te halen. Nou, in maart hebben we ook weer heel iets aparts. Ik hoop dat die ook op tijd is. Ik ga nog niet zeggen wie, maar dat wordt echt heel apart. Dat gaan we via Wiegen TV gaan we dat laten zien. We gaan twitteren, Facebooken, LinkedIn'en. Ik weet niet wat we allemaal gaan doen, maar dat belooft iets spectaculairs te worden. En in het najaar, ligt ook al vast, hebben wij de voorzitter van MKB Nederland, Hans Biesheuvel. Niks mis mee, die komt in het najaarscongres van 2012. Dus 2012 staat ook alweer vast eigenlijk. Ik wil graag een applaus voor Philipsen, want zij maken het mogelijk vandaag. Dank jullie wel. Michel, dank je wel. Professor Dr. Van Maurik, ook welkom. Speciaal welkom aan Relaties van Philips Accountants. Wij hebben 2,5 jaar terug, ik heb nog even nagekeken, samen met MKB Wiegen ook een congres georganiseerd. Toen was er Leo Stevens, degene die daarbij waren, die weten misschien nog wat er toen gebeurde. De heer Stevens stapte de zaal in, ging ongeveer in het midden van de zaal staan en vroeg toen iedereen om te draaien. Dat gaat vanavond niet gebeuren. De heer Van Maurik had een andere act in gedachten en die is denk ik ook al geslaagd om de aandacht te krijgen. Hij komt gewoon 20 minuten te laat. Ik wil jullie eigenlijk allemaal een hele plezierige avond wensen. Een hele plezierige avond bij professor Dr. Van Maurik. En ik heb begrepen dat er nu een filmpje start om hem nader te introduceren. Veel plezier. Dames en heren, van harte welkom in Theater Het Mozaïek in Wiegen. MKB Wiegen presenteert in samenwerking met Philipsen Accountants en Adviseurs het najaarscongres 2011. Wederom hebben wij een bijzondere spreker voor u. Hij gaat al heel wat jaren mee. Reeds in 1970 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en aan de Radboud Universiteit. Ook in de beroepspraktijk heeft hij veel ervaring opgedaan. Hij was notaris bij Heckelman Advocaten en Notarissen, waar hij nu nog wetenschappelijke ondersteuning verleent. Hij heeft nu een eigen adviespraktijk en is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Dat het juridische beroep niet zo saai is als het in eerste instantie lijkt, dat bewijst deze man wel. Dit komt ook door zijn verschillende publicaties in de Telegraaf en voor Omroep Gelderland. Verschillende boeken en publicaties verschenen van zijn hand. Hij geldt als dé autoriteit op het gebied van huwelijken, scheiden en erfrecht. Is het daarom dat hij al sinds 1969 met dezelfde vrouw getrouwd is? Vast niet. Met haar heeft hij 3 kinderen en ze wonen nog altijd in Ravenstein, waar hij ook geboren is. Dames en heren, graag een hartelijk applaus voor professor Martin Jan van Maurik. Ik heb er altijd een enorme hekel aan, dames en heren, wanneer men te laat komt wanneer ik aan het spreken ben. En omdat het vandaag zo mistig was, dacht ik, dat zal maar niet gebeuren dat iedereen te laat komt. Ik zorg dat ik deze keer zelf te laat kom. Dat is een succes in ieder geval geworden. Maar ik bied wel mijn excuses aan voor het feit dat ik inderdaad een half uur te laat ben. Want ik had een ander aanvangstijdstip in mijn gedachten. Mijn excuses daarvoor. Maar ik zal dat proberen goed te maken door met u te spreken over een buitengewoon vrolijk onderwerp. Waarin de dood centraal staat. Te weten, schenken en erven, bronnen van vreugde en ellende. En in deze tijd, nu Sint-Nicolaas weer in Alland is gegaan en de kerstdagen naderen, zal het u duidelijk zijn dat er vele gedachten leven bij, in het bijzonder aangetrouwden,
die denken, het wordt nou tijd dat er eens vermogen overgeheveld wordt door die ouwe. Dus daar zal zo langzamerhand wel een hint gegeven worden in die richting. Het gaat over erven en schenken, bronnen van vreugde en ellende. En u weet dat vreugde en ellende heel dicht bij elkaar liggen. Dat zal u wel duidelijk zijn in het leven langzamerhand. En zo is het ook met het krijgen van vermogen, ook met de dood in het algemeen. De dood, inderdaad, het is vaak een hoop ellende, laten we eerlijk zijn, maar er zit ook heel veel vreugde aan vast. Je hebt voortaan een vrije zondag, vroeger moest je naar het verzorgingshuis, nou niet meer. Je kunt nog lekker gaan wandelen in het bos. Voor een echtgenoot zit vaak ook een hele oplossing, want hij deed de laatste tijd voortdurend in zijn broek en hij rochelde en het was vreselijk en nog wat. Praten kon je al niet meer met hem, dus het was erg prettig om te constateren dat van al die sores ook inmiddels je bevrijd was. De dood geeft dus een hoop vreugde, laten we eerlijk zijn, vooral ook aan de kinderen en de aangetrouwden van de kinderen die eindelijk de dakkapel kunnen gaan aanleggen waar jarenlang naar uit is gezien, want dat is het fijne van de dood. Daar treedt ook een erfopvolging in werking en valt er iets te beuren. Dat is wel prettig allemaal. Vreugde en ellende, het ligt heel dicht bij elkaar, het hoeft er niet uit te leggen. En de dichter heeft daar zo'n heel mooi gedicht voor gemaakt. Hè. Die zegt het volgende. Teder kuste hij haar lippen. Zij bloosde, niet op haar gemak, en drukte haar knieën samen, waardoor hij zijn brilletje brak. Zo ziet u maar hoe dicht dat met elkaar ligt. En hoezeer wij onrekening moeten houden met het feit dat er nou na ons wordt gezegd opgeruimd staat netjes. Dat zou best kunnen. Bedroefd maar dankbaar staan wij aan dit graf. Bedroefd om al het verdriet dat hij ons gaf. Maar dankbaar voor die mooie, dikke grafsteen. Die gaat er met geen olifant meer af. Met andere woorden, we zijn blij dat hij weg is. En we zijn ook blij dat hij niet meer terug kan komen. Ik ga het hebben over schenken en erven. En dat betekent dus dat het gaat allemaal rondom de dood. Het is niet anders. En het gaat ook over vermogen. En in zoverre is het voor u misschien minder zorgelijk, dat schenken en erven. Want als het zo doorgaat met de financiële situatie in de wereld, en met name in Europa, dan valt er bij u binnenkort niks meer te vererven, behalve dan schulden. Dus in zoverre is het een punt misschien dat vooral of een onderwerp dat vooral interessant is voor uw ouders. Zodat u thuis kunt vertellen, ik heb nou een voordrag gehoord en het wordt tijd dat jij eens wat kan overhevelen, om wat voor reden dan ook. Ja, wat voor reden dan ook, dat kunnen allerlei redenen zijn. U kunt van overhevelen omdat uw kinderen daar behoefte aan hebben. U kunt vermogen overhevelen ook omdat u denkt, de erfbelasting, of de erfbelasting is zo hoog. Ik moet zorgen dat ik die erfbelasting, heet de vroege succesje recht, dat ik die voorblijf. En dat u dan, een goed beeld voor ogen hebt over die erfbelasting, dat weet ik ook niet precies. Het zou kunnen zijn dat dat beeld nogal misvormd is in de loop der tijden. Kijk, als het gaat om kinderen die erven, als een kind 100.000 euro erft, dat is toch een aardig bedrag. Hè? Als een kind 100.000 euro erft, dan betaalt het kind, zeggen en schrijven, iets meer dan 8.000 euro belasting. Hè? Dat is dus ongeveer 8%. He, want er is een vrijstelling van ruim 19.000 en de rest moet je dan 10% over betalen. Pas als je boven de belaste verkrijging komt van 118.000, dat wordt iets teruggebracht in januari overigens, en 117.000 geloof ik, dan betaal je pas 20%, maar daarboven kom je niet. Dan kun je natuurlijk op zitten klagen van dat belasting betalen, dat erfbelasting, en vooral zeggen van er is al over betaald. Dat is trouwens helemaal niet waar, want de kinderen hebben er nooit iets over betaald. Dus je kunt er zeggen van over zitten klagen dat die erfbelasting zo hoog is, maar ja, zeggen en schrijven, als je een ton erft, 8.000 euro om bij te dragen aan de asfaltering van Nederland is toch op zichzelf een buitengewoon zinvolle besteding. Laten we eerlijk zijn. Nou ja, natuurlijk, u kunt zeggen, ja, maar er zijn ook hogere tarieven. Ja, die zijn er inderdaad. Als het gaat om neven en nichten en zo, om zijn tand neven en nichten. Die betalen dan inderdaad 30-40% belasting. Dat is wat meer. Maar goed, er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind alles te veel. Iedere cent die ik aan belasting betaal is te veel. En dan kan ik me voorstellen dat u als hardwerkende ondernemers ook daar ook van mening bent. Maar nu, en dan moet u zich de vraag stellen, is het zinvol op een gegeven moment om te gaan schenken? Of is het zinvol dat ik mijn ouders er eens op wijs dat zij eens dringend moeten gaan schenken? Die zitten nu in dat bejaardenhuis, maar die zitten al op een hoop centen. En u hebt die centen hard nodig. Laten we eerlijk zijn. Want dat is het probleem. Dat een hoop kinderen, die hebben tegenwoordig geen centen meer. En die ouders hebben wel centen. En dus moeten die centen uit de zak gekeken worden van de ouders. Dat moet. En dan kan het zijn dat het binnenkort maar zover is dat met Sinterklaas bedragen worden overgemaakt. Dat gebeurt nog alles een keer. We maken wat geld over aan de kinderen, die ouders.
En als je dat dan doet zonder na te denken, dan betekent dat dat geld terechtkomt, hè, eventueel in de huwelijksgemeenschap waarin dat kind is gehuwd. En zomaar geld overmaken, en kinderen zijn een gemeenschap van goederen getrouwd, dan krijgt de aangetrouwde de helft ervan. Hè. En die zit gewoon te wachten tot er voldoende geschonken is, en dan gaat hij lopen. Hè. Dan heeft hij de helft van de buit binnen. Maar daar hebben we niet voor gewerkt. U wilt misschien wel schenken, maar toch niet aan die aangetrouwde. En zeker niet als je tevens onderwijzer is. Laat u eerlijk zijn. Kortom, alle reden om als u gaat schenken, als u geld gaat overmaken naar uw kinderen, alle reden om dan daarbij te zetten UC op het overschrijvingsformulier of op, als u per internet betaalt, aangeven UC. Dat betekent uitsluitingsclausule. Dat betekent dat alles wat die kinderen van u verkrijgen, dat buiten de gemeenschap van goederen valt waarin die kinderen zijn gehuwd. En die aangetrouwde krijgt er dus helemaal niks van. En dat is ook precies wat u wilt. UC erbij zetten. Vroeger zetten ze wel op FB. Dat was ook eigenlijk UC, maar dat betekende Frits Bom. En dat was alleen maar om aan te geven dat er niets erger is als dat je dochter thuiskomt met een Frits Bom-achtig type. He? Zo'n aangetrouwde. Ik kan me nog wel meer erger personen voorstellen. Paul de Leeuw lijkt me ook een lolletje die in huis krijgt in de familie. Mag ik maar zeggen, je moet dus aangeven dat alles wat die kinderen van u geschonken krijgen buiten de gemeenschap van goederen valt. En dan zet u daar eens een UC op. Dan kun je natuurlijk even praten over geld overhevelen, maar een hoop mensen zeggen, en zeker als u als ondernemer hebt het vermogen zitten in een bedrijf, in aandelen, en u zegt, ja, overhevelen, daar ben ik nog lang niet aan toe. En misschien dat uw ouders ook wel geld hebben in hun huis zitten, maar dat geld overhevelen, ja, waar haal ik dat dan vandaan, dat geld? Maar nu, in al die gevallen dat er wel vermogen is, maar geen liquiditeit, komt u natuurlijk de vraag te stellen, kan ik dan toch mijn toekomstige nalatenschap, want die is onvermijdelijk, kan ik die dan toch vast verkleinen, die nalatenschap, door te schenken? Dat kan, zoals u wellicht wel weet, door te schenken op papier, zoals dat heet. Dan schenken wij op papier. Wat doen wij dan? Dan schenken wij, maar we maken de kinderen eigenlijk blij met een dode mus. Een dode mus. Ik schenk aan mijn kind, wij spreken 5.000 euro, u mag jaarlijks 5.000 euro vrij schenken aan de kinderen. Aan kleinkinderen 2000 euro. U schenkt aan een kind 5000 euro. En dat is vrij van belasting. U mag één keer tussen de 18 en de 35 mag u een groter bedrag schenken. Dan weet u 26.000 euro. Hè. Eén keertje belastingvrij. Mag u zelfs nog verhogen naar 50.000. Mits het verschil tussen 50 en 24. Mits dat wordt besteed voor de aankoop van een huis of de aflossing van een hypothecaire lening. Maar goed, ik hou het even bij die schenking van 5000 euro. U hebt die 5000 euro niet. Maar u wilt wel schenken, u wilt het uit uw nalatenschap halen als het ware, bij voorbaat al. Dan schenkt u dus aan die kinderen op papier. En dan gaat u de eerste keer, dat moet bij de notaris, dat papier is een notariële akte. En dan zit u daar bij zijn notaris toe, de kinderen zitten er ook braaf bij. En dan zegt u, ik zeg vader of moeder, gaat schenken aan de kinderen. En u treft dan, zodra u die woorden schenken hebt uitgesproken, treft u alleen maar blije gezichten. En vervolgens zegt u, en nou moet ik het meteen weer terug hebben, dat geld. En dan betrekken de gezichten, want ze zijn dus inderdaad min of meer blij gemaakt met een dode mus. Maar ik zeg wel bij min of meer. Want u hebt het geld meteen teruggeleend van de kinderen. Ja? U hebt het teruggeleend van de kinderen. Dus u hebt een schuld gecreëerd, hè, in uw vermogen aan de kinderen. Dus later, als u doodgaat, zit daar een schuld aan die kinderen in. Maar u hoeft dat geld, die schuld, niet af te lossen. Dat is ook wel fijn. U hebt een schuld aan de kinderen, maar die hoeft u ook niet af te lossen. Dus je hoeft ook geen geld op tafel te brengen om als het ware die schenking te realiseren, want het wordt meteen weer teruggenomen. Alleen, en dat werkt allemaal, deze grappenmakerij, werkt allemaal mits u aan de kinderen rente betaalt. Mits u aan de kinderen rente betaalt. En hoeveel rente moet u aan die kinderen betalen? Daadwerkelijk 6% per jaar. 6% rente per jaar. En dat moet u ook inderdaad ieder jaar betalen. Dan functioneert dat dus. Als je dan doodgaat, waar de kinderen dan rijkhalsend op zitten te wachten, hè, dan komt dat geld in één keer allemaal beschikbaar. Hè, zonder dat er nog belasting over betaald hoeft te worden. Maar dus u moet wel rente betalen. 6% rente betalen, daadwerkelijk betalen. Dat is in zoverre een verandering vergeleken bij vroeger. Want voorheen, voor 2010, punt 1 was niet duidelijk hoeveel rente het moest zijn. Oh, het 4% of 5% of 6% per cent. Soms 4%, dat wordt ook nu nog geaccepteerd als het oude rentes zijn, als dat toen een zakelijke rente was. He,
Waar vroeger, wat men toen ook nog deed, die rente werd niet daadwerkelijk betaald, vaak voor 1 januari 2010. Die rente werd erbij geschreven. Die werd er gewoon bijgeboekt op die vordering van die kinderen. En dat werkte het nog, dan kon je dus nog die hele schuld aan die kinderen later aftrekken van je nalatenschap. Mits, dat was de grote voorwaarde, je 180 dagen voor je overlijden die rente had betaald. Goed nadenken, hè? Ook de dames. Hè? Mits je 180 dagen voor je overlijden die rente had betaald. En u begrijpt wel dat dat niet geheel duidelijk was wanneer die termijn inging. 180 dagen voor je overlijden. Het wordt tegenwoordig wel steeds makkelijker vaak in sommige omstandigheden, maar niet altijd. En dat betekende dus, als vader die rente nooit had betaald aan die kinderen, en dus het wellicht niet werkte, als hij plotseling zou overlijden, dat als vader een keer behoorlijk witjes wegtrok in zijn lunchdoel, als vader over zijn maag begon te strijken, begon te hoesten en te proesten, dat die kinderen denken, ho, hij haalt misschien die 180 dagen niet meer. Dus wij moeten hem in leven houden, nog in ieder geval 180 dagen, als hij die rente snel betaalt. En dat gebeurde dan ook altijd. Zijn vader die ging de rente betalen en dan was iedereen kwam op bezoek om vader te knuffelen en weet ik wat. Maar ze moesten hem in leven houden 180 dagen, per se. En dat was inderdaad heel spannend hoor, want dan was het 176, 177, 178... Ja, en dan hopelijk redden die dan 180. Dan mocht je ook meteen doodgaan. Dan kwamen ze ook niet meer op bezoek, die kinderen. Had geen enkele zin meer. 180 dagen, maar soms stierf iemand al op de 178ste dag. He, en dan werd er grappen uitgehaald. Dan legden ze hem zo lang nog in de vriescel. In zo'n koelbox. He, en dan na 180 dagen, als die verstreken waren, dus haalden ze hem eruit. En deden ze net tegen die dokter alsof hij net dood was gegaan. En die arts trapte er al wel in. Die werkte wel mee. He? Maar dat was fantastisch, want daardoor hadden ze dus enorm een voordeel. Want die schuld aan die kinderen, he, die was 180 dagen voor het overlijden, was de rente betaald. En die schuld kwam dus een mindering van de nalatenschap. Dus dat was allemaal picobello voor elkaar. Schenken op papier is een heel belangrijke, heet estate planning tool tegenwoordig. He. En de nalatenschapsplanning tool is schenken op papier voor degenen die het vermogen niet liquide hebben. Die het hebben in aandelen in een BV, die het hebben in een huis, of is schenken op papier nog altijd een buitengewoon populaire vorm van schenken. Er zijn andere populaire vormen van schenken bijgekomen de laatste jaren. En een van die bekende vormen van schenken is herroepelijk schenken. Herroepelijk schenken. Dat is geestig hoor, herroepelijk schenken. Dan schenk ik wel, en dan zeg ik, maar dan zeg ik erbij dat ik me het recht voorbehoud om die schenking de allen tijden te herroepen. Dat is geestig. En ik kan ook iedereen adviseren om dat te doen, maar die kinderen blijven dan thuiskomen. Die blijven thuiskomen. Iedere zondag zitten ze verschijnen dan. Een herroepelijke schenking. En moet ik erbij zetten waarom ik daarop moet ik aangeven op welke reden ik zal herroepen? Moet ik erbij zetten dat ik de schenking herroep zodra je supporter van Ajax wordt? He? Om het eens te noemen. He, dan schijnt hij niet. Nou ja, sommige mensen beginnen dan te applaudisseren, dat ze voor PSV zijn, maar vandaar ook die grap natuurlijk. He. Moet ik erbij zeggen dat ik de schenking herroep zodra je van je geloof valt, of weet ik wat? Nee, ik hoef niks te zeggen. Ik zeg, ik herroep de schenking klaar als ik daar zin in heb. Bijvoorbeeld als ik het geld zelf nodig heb. Want we weten nog niet meer tegenwoordig of we misschien op onze oude dag, of wij dan misschien dat geld zelf nodig hebben. En ook mensen die op leeftijd zijn, die gaan later toch betere wijn drinken. Ik ben persoonlijk ook langzamerhand te oud om slechte wijn te drinken. Waarom niet? Maar op een gegeven moment heb ik misschien geen geld meer om een goede wijn te drinken. De dokter heeft wel gezegd, je mag nog 6 glazen per dag van, maar meer niet. He, nou, ik heb dus meteen grotere glazen gekocht sindsdien. Maar ik hou me er wel aan. Maar ja, als ik geen geld meer heb om die glazen te vullen, ja, dan zit ik te kijken. Nou, dan is herroepelijk schenken natuurlijk fantastisch. Alleen zegt u nou natuurlijk, ja, ho, herroepelijk schenken. Maar als iemand die weet dat de schenking herroepelijk is, dan zegt hij van op een gegeven moment, nou, dan maak ik alles maar op. He? Dan valt er niks, dan kan hij wel herroepen, dan is er niks meer. Als het op is op, zei mijn moeder vroeger ook altijd. Moeder, op is op. Ja, alleen, dus je moet schenken aan iemand anders doen. Je moet niet alleen herroepelijk schenken, maar je moet ook schenken onder bewind meteen. U schenkt herroepelijk en u zegt erbij, ik schenk onder bewind. En wat denkt u wie die bewindvoerder is precies? Juist, dat bent u eigens.
Dat bent u zelf. U bent de bewindvoerder, met andere woorden, u beheert dat vermogen. En daar blijft dus iedereen met een tellers vanaf. U belegt het, het is zo van de kinderen dan niet van, maar u beheert het, u belegt het. En u zorgt dat die kinderen er niet aan kunnen komen. Dus herroepelijk schenken onder bewind is natuurlijk picobello. Als u zegt, het geld moet misschien ooit weer terug, omdat ik het zelf nodig heb. En als u dan ooit schenkingsrecht betaald hebt, schenkbelasting heet dat dan tegenwoordig, krijgt u dat ook nog terug, in belangrijk deel. Dus in die zin is dat best een aardige figuur, schenken onder bewind en met name herroepelijk schenken. Nog een andere schenkingsfiguur is deze. Dan moet u zich voorstellen, u hebt een vriendin. Dat komt niet veel voor, maar stel nou, u hebt een vriendin. Een hele mooie vriendin. En die vriendin, die wilt u verwennen. Zij verwent u ook natuurlijk, maar u wilt haar ook verwennen. U wilt wat terugdoen, zo gezegd. En u zegt, nou, ik denk dat ik jou eens een keer met een legaatje verwen van 200.000 euro. Zo dankbaar bent u. Je hebt al genoeg bij te spreken, dus u zegt, jij krijgt van mij, als ik doodga, 200.000 euro. Want die vriendin heeft ook haar baan opgegeven voor u. Die werkte, had een zeer eenvoudige baan. Maar die heeft ze opgegeven om met u bijvoorbeeld een cruise te maken. Cruises. Niet één cruise, veel cruises. En niet zomaar een cruise langs de Rijn. Naar Lorelei of zo. Rüdesheim. Naar de Drosselgassen. Nee. Een hele serieuze cruise. Dat kost een hoop geld. Louis van Gaal is nu ook op cruise. Maar dat kost een hoop geld. En als u dan met haar die koers gaat maken, zij heeft dus een baan opgegeven en dan zegt op een gegeven moment, nou maar als ik dood ga schat, want ja, u bent natuurlijk wel wat ouder dan zij. Het is een vriendin van u, dus ze is wel ouder. U bent wel een stuk ouder. Bent u 10 jaar ouder, vind ik tamelijk ideaal. 10 jaar. 20 jaar kan ook nog net, vind ik eerlijk gezegd. Niet slecht. 30 jaar wordt te veel, want je moet er ook mee praten, zeg ik altijd. En dat wordt op een gegeven moment. U bereikt een stadium waarin dat niet meer kan. Dus u zegt tegen haar, luister eens, ik heb voor jou een mooi, komt op een gegeven moment komt u trots met een afschrift van een notariële akte thuis. En u zegt tegen die vriendin, die heet meestal Priscilla of Kimberly. Kijk eens hier, Priscillaatje, mijn duifje. Kijk, als ik doodga, krijg jij 200.000 euro. Nou, Priscilla, je een en al tevredenheid en ze kookt dat het een lieve lust is. We noemen dat maar koken dan. Ze kookt dat het een lieve lust is. Het is een en al pret in huis. Ze is zo tevreden met het afschrift van het testament. Maar wat is Priscilla in dit geval, als zij daar op die basis verder gaat met koken? Zij is dom, is zij. Niet alleen een beetje dom, oliedom. De naam duidt er al een beetje op, maar ze is natuurlijk toch niet al te slim, want het kan best zijn dat het testament de dag later al is herroepen. Je kunt testament, dus zoals u weet, herroepen, een dag later al. Je kunt wel een afschrift hebben, maar dat andere afschrift van de herroeping heeft hij niet laten zien. Dus als zij slim is, en er zijn natuurlijk ook wel hele slimme vriendinnen, dan gaat die vriendin, die zegt tegen hem, dat zegt mij niks wat jij voor een testament, dat kun je morgen herroepen, Ik zou het prettig vinden als hij mij schenkt. En dan heeft hij wel de mogelijkheid om dat te doen. Hij zit in de liquiditeit en hij zegt, oké, dan schenk ik jou een bedrag van 100.000 euro. Weliswaar onder bewind natuurlijk, want ze mag er nog niet aankomen. Ze mag er pas aankomen als u dood bent. Maar ze schenkt en zet ik op mijn rekening bij jou onder bewind. En als ik dood ga, heb jij die ton. Nou, dat is dan picobello geregeld, dat is dan netjes van die meneer, om haar schadeloos te stellen voor het feit dat ze die baan heeft opgegeven, dat ze verlies aan verdiencapaciteit heeft geleden, zoals dat in de wandeling heet. Dus, keurig netjes geregeld. Maar, wij moeten wel bedenken dat Priscilla een dag later dan u dood kunt gaan. Kan ook 3 weken later zijn, of een maand later. En waar gaat die ton dan naartoe, die zij dan u heeft gekregen, van u? Waar gaat die ton dan naartoe? Naar haar familie? Naar haar familie? Niet naar uw kinderen? Nee, naar haar familie. Maar dat wilt u niet, want die familie, toen u daar die dochter des huizes kwam ophalen, hebben ze u niet zo heel erg sympathiek behandeld. Sterker nog, ze hebben u ouwe viezerik genoemd.
Dat vond u toch maar niks? Met andere woorden, u maakt een tweetrapsschenking. Een tweetrapsschenking, u zegt de eerste trap is voor Priscillaatje. Maar als die doodgaat, gaat het wel terug naar mijn familie. Bijvoorbeeld als die binnen 5 jaar doodgaat. Dat kunt u dus zo regelen, hè? Een tweetrapsschenking. En een tweetrapsschenking kunt u ook regelen in al die andere gevallen. Bijvoorbeeld als u vormt zich vermogen bij de kinderen door al die schenkingen. Hè? Maar als die kinderen doodgaan, waar gaat dat geld dan naartoe? Het kan zijn dat het kind het geld laat gaan naar de Scientology Church. Of weet ik wat voor rare organisaties. Partij voor de Dieren, bijvoorbeeld. Hey? Of de Ajax. Of wat is die rare organisaties allemaal? Nou, dat wilt u dan niet. Dus dan zegt u, luister, als mijn kind, hè, dan heb ik de geld geboekt op die rekening, weliswaar ben ik bewindvoerder zelf, maar het staat op mijn rekening van dat kind, wat ik allemaal geschonken heb in de loop der tijden. Als het kind doodgaat en heeft zelf geen afstammelingen, en is niet getrouwd bijvoorbeeld, gaat het geld wel als het kind doodgaat terug naar mij. Of naar de broers en zusters van het kind. Maar niet, vererft niet naar wat het kind zou willen, naar een van de rare organisatie. Dat kunt u allemaal regelen. Kortom, de tweetrapschenking is ook behoorlijk populair. Een andere figuur die ik nog even met u wil behandelen is deze. Stel eens, u hebt een ongehuwde tante, niet alleen ongehuwd, maar ook kinderloos. De ooievaar heeft haar nooit bezocht. Hè? Sinterklaas en Zwarte Piet wel, maar dat was ook alles. Hè? De ooievaar heeft haar nooit bezocht en zij heeft in haar werkzame leven heeft zij een mooi bedrag opgebouwd aan vermogen. 1 miljoen euro, om precies te zijn. Heeft zij opgebouwd. Waarom? Omdat zij dus geen uitgaven had. Zij dronk niet. Hè? En ze werkte in het onderwijs. Dus dan begrijp je wel dat je daar behoorlijk wat kunt oversparen. Tante heeft 1 miljoen euro en zit in het verzorgingstehuis en denkt uiteindelijk, waar moet die 1 miljoen euro naartoe als ik doodgaan? Zo'n alleenstaande tante. Iedereen heeft een bios in Brabant, hadden wij vroeger wemelend van ongehuwde tantes. Ik weet niet hoeveel ongehuwde tantes ik wel had. Overal. Ik heb ze allemaal zelf moeten opruimen. Ja, althans moeten uitruimen, die huizen dan. He? Want ja, dat moet iemand doen. Maar dan zult u zo'n tante hebben. En zo'n tante heeft, laten we zeggen, die gaat naar de notaris toe. En zegt, notaris, kunt u mij zeggen, als ik nou doodga, hoe gaat het dan? Dan zegt de notaris, dan wordt er tussen de 30 en de 40% belasting betaald door uw erfgenamen. 30-40%, 30 tot 118 en daarboven is het al gauw 40%. Dan zegt misschien tante, dat vind ik wel veel, maar ja, zegt de notaris dan wellicht, het is niet anders, mevrouw. Het is niet anders. Tenzij u alles aan een goed doel maakt, dan is het 0%. Hè? Dus als u dat wil, moet u alles aan het Rode Kruis, want weet ik, Amnesty International, weet ik wat, dan is het vrij van belasting. Hè? Maar tante zegt, nee, dat vind ik ook weer te gortig. Ik heb, zegt de notaris, heb je misschien nog leuke familie? Zo, ja, ik heb nog een heel lief nichtje, zegt ze dan. Een heel lief nichtje. En dat nichtje, dat doet voor mij boodschapjes altijd, maakt het huis schoon, is een schat van een nichtje, had altijd een rood kapje op en komt dan bij mij in huis, hè, komt ze de zaken een beetje regelen. Hè, heel lief nichtje. Zeg, nou zouden we dat nichtje dan het enige erfgenaam benoemen? Zeg, want ja, komt de rest niet, de rest komt nooit, alleen het enige nichtje wat komt. Nou, zegt de notaris, dan benoemen we het nichtje tot enig erfgenaam. Vraag aan u, is dat wijs of is dat niet wijs? U hoeft niet te antwoorden, het zijn alleen maar retorische vragen. Het antwoord luidt, dat is niet geheel wijs. Waarom dan niet? Omdat eigenlijk het volgende moet gebeuren. Tante, die wil het nichtje alles laten nalaten, die kan namelijk die 350.000 euro die door belasting moet worden betaald door het nichtje, kan ze besparen. Dat is zeggen zo, dat is mooi. Maar dan moet u wel, ik zal u dan uitleggen hoe dat zit. Maar dan moet u zich wel kunnen verplaatsen in Fred Kaps. Kent u nog Fred Kaps? De ouderen onder u kennen Fred Kaps wel. Denk nou, dat was een soort tovenaar. Hè? Dat was een soort goochelaar. Wel, nu hebben we een ander soort mensen. Want ook nog weet die Ronnie Tober niet, maar hoe heet die andere man? Ook zo iemand. Zo'n tovenaar. Hè? En zo'n Fred Kaps-achtig type, daar moet u een beetje in geloven. Want wat moet die notaris adviseren? Die moet adviseren dat Tante Riet, dat hij samen met het nichtje Kimberly naar het gordijn gaat. Dan zullen zeggen, naar het gordijn, wat is dat, het gordijn? Het gordijn staat voor mij voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat is een gepensioneerde schooljuffrouw doorgaans, op leeftijd, met een gordijn om. Met een gordijn om en het gemeentewapen.
En die staat zich daar altijd enorm aan te stellen bij de zogenaamde huwelijksvoltrekkingen. Dat is eigenlijk een poppenkast. Ik heb dat, vroeger was er nog een pastoor of een dominee, maar dat is allemaal niet meer. En nu heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft zich uitgedost als een soort kloon. En ziet er eigenlijk bespottelijk uit in dat gordijn of die jute zak. En wat moet dus Tante Riet doen? Tante Riet moet samen met het nichtje, met Kimberly dus, moeten ze naar het gordijn. Dat kan ook een Imca Marina-achtig type zijn. Imca Marina is ambtenaar van de burgerlijke stand in Friesland, zoals ze weet. Ze staat voor de vierde keer getrouwd, dus die heeft er een beetje verstand van. Ja, dus dat kan. Je kunt ook trouwen natuurlijk in een luchtballon tegenwoordig. Je kunt onder water trouwen. Je kunt op de middenstip van een voetbalveld trouwen. Het is één grote flauwekul en poppenkast geworden. Juist om die reden, ik zeg dat, omdat het wat we nu gaan doen ook flauwekul en poppenkast is. Maar het is niet anders. Het kan. En als je €350.000 bespaart, dan willen een hoop mensen wel een beetje poppenkast uithalen. Ja? Tante Riet gaat samen met Kimberly naar het gordijn. Het gordijn haalt de kwast erover, zegt hier maar een handtekening. Hij zegt, u bent nu beide door het huwelijk met elkaar verbonden. Of het geregistreerd partnerschap, dat kan ook nog. Nou, ze zijn buitengewoon blij. Tante was binnengekomen met een tasje waarin €1 miljoen zat. Ja? Nichtje had ook een tasje bij zich. Hoeveel zat daarin, denkt u? Niks, nee, precies niks. Nul. Zo zit in de tasjes van die meisje zit niks. He? Dan is het huwelijk dus voltrokken, of het geregistreerd partnerschap. Dan gaat tante weer naar buiten toe en dan krijgt tante in dat tasje. En wat zit daar nog in? 5 ton, precies. Sommigen roepen niks, maar dat is dus, zo hard gaat het ook nog niet. 5 ton. En waar is die andere 5 ton gebleven? Die zit in het tasje van Kimberly. Dat is Fred Kaps, of niet? Dat noemen wij toveren. Vijf ton en in een keer van het ene tasje in het andere, zonder dat er eigenlijk alleen maar het gordijn iets zit te brabbelen. Daar, en een handtekening gezet hebt. Dat is dan wonderlijk. Nou kan vervolgens, is er een belangrijk moment. Kijk, u zegt, was het netje niet getrouwd dan? Nou ja, als ze getrouwd was, had ze even moeten scheiden. Hè? Even om dit mogelijk te maken. We kunnen natuurlijk niet met 2 man tegelijkertijd getrouwd zijn. Dus dat kan, hè. Dus nichtje is even gescheiden, is gewoon na de huwelijksplechtigheid, met in het tasje 5 ton, is ze vertrokken naar de vriend weer. Daar is ze mooi weer ingetrokken en ze ging regelmatig weer boodschappen doen met tante. Wat nichtje ook zou kunnen doen, is meteen na de huwelijksvoltrekking, de dag daarna, gaan scheiden van tante. Dat is helemaal geen probleem, dat kan ook heel makkelijk en heel soepel. Tenzij er inmiddels kinderen zouden zijn geboren. Maar die kans is heel gering in een situatie als deze. Dus het huwelijk kan meteen ook weer worden beëindigd. Moet ze dat doen? Nee dus. Ze moet gewoon bij haar vriend blijven zitten en wachten tot tante doodgaat. En dat heeft ze zelf in de hand wanneer dat is, want zij doet de boodschappen voor tante. Of niet? Bijgevolg wacht het nichtje gewoon tot tante dood is. En wie is dan enig erfgenaam, denkt u, van tante? Het nichtje. En wat erft hij dan? 5 ton. En hoeveel erfbelasting moet er betaald worden? 0. Want de vrijstelling van een langslevende echtgenoot, hè, of langslevende geregistreerd partner, de vrijstelling is €600.000 ruim. Kortom, hoeveel hebben wij bespaard, vrienden? €350.000 ruim. En dan zegt u, ja, maar is dat ethisch verantwoord? Daar ben ik niet voor hier. Dat moet u bekijken. Ik wil alleen maar zeggen dat het bij de huwelijksvoltrekkingen toch één grote flauwekul, één grote poppenkast is geworden. Dat deze poppenkast er wat mij betreft nog wel bij kan. En zeker als het €350.000 uitspaart, hè, daar zou u dan nog een hoop leuke dingen voor kunnen doen. Maar nu. De wereld van schenken en erven is veel interessanter dus dan u had gedacht. Maar we moeten nu over naar het erfrecht. De dood kondigt zich nu aan. En rondom de dood speelt zich een spel af van graaien. Van graaien, afgunst, afrekenen over het verleden. Op allerlei manieren kun je via het erfrecht. En je merkt er zelf niks meer van, hè? Want zelf ben je dood, dat is wel fijn. Hè? Maar je kunt nog een hoop smerige streken uithalen, hoor. Voordat het zover is. Waar je zelf geen last van hebt. Via het testament kan dat en op al die andere manieren. Dus, wat dat betreft, is de dood zo'n prachtig moment waarop alles samenkomt. Hè? Afrekenen over het verleden, graaien, afrekenen met broers en zusters, hè? Afrekenen met ooms en tantes, weet ik allemaal wat. Er wordt van alles altijd rondom de dood
wordt er daar, speelt daar mee. Ik vind het erfrecht dan ook een van de mooiste delen van het recht, omdat het ook even psychologische invalshoeken heeft. Ik vind het een prachtig deel van het recht. Het is zelfs zo, als ik in Duitsland over de autobahn rijd, hè, en ik zie het bordje Ausfahrt staan, dan ga ik rechtsaf. Hè. Dan denk ik, dat valt waarschijnlijk wel iets weer met het erfrecht te doen bij een Ausfahrt. Ja. Dus erfrecht is fantastisch. En erfrecht is in Nederland helemaal fantastisch, omdat we een heel bijzonder erfrecht hebben. Het erfrecht van de langslevende echtgenoot immers, waaronder begrepen de erfrecht van de langslevende geregistreerd partner, is sinds 2003 zo fantastisch. De langslevende krijgt alles, hè. De langslevende krijgt alles. Die hoeft helemaal niet op een houtje erbij. Dat is de loestige wiet we zelf geworden. Alles krijgt de langslevende echtgenoot. En de kinderen dan, wat krijgen die dan? Die krijgen een vordering ter grootte van hun erfdeel. En die vordering, nou ja, die is pas opeisbaar als de langslevende doodgaat. En wanneer is dat dan? Ja, dat weten we niet. Dat kan heel lang duren. En die langslevende kan goed even oud zijn als die kinderen. Nou ja, dan kun je het helemaal schudden. De kinderen komen pas aan bod als de langslevende echtgenoot dood is. Ook bij tweede echtgenoten geldt. Bij tweede en derde echtgenoten geldt dat. Maar als die kinderen alleen maar een vordering krijgen op de langslevende echtgenoot, komt de vraag op, hè, mag de langslevende alles opmaken? Hè, zodat die vorderingen later niks meer waard zijn. Ja, dat mag. De langslevende mag alles opmaken. Hè. Dat vindt de aangetrouwde schoonzoon misschien niet zo lollig. Zeker niet als hij onderwijzer is, maar het moet hij gewoon accepteren. Hm? Alles opmaken is geen enkel probleem. Hm? Andere vraag, maar krijgt de langslevende krijgen die kinderen ook rente over hun vordering? Het antwoord luidt met een lachend gezicht, nee. Hè? Die kinderen krijgen geen rente over die vordering, maar daar moet ik iets aan toevoegen. Want als u wel eens tegenwoordig een afwikkeling van een nalatenschap meemaakt, van een ouder en kinderen, waar kinderen bij betrokken zijn, dan zal aan de orde komen de vraag of je het er goed aan doet om op die vorderingen van die kinderen toch rente te zetten. Dat is een bekende discussiepunt, hè, ook in de literatuur en in de notariële praktijk. Is het wijs om de vorderingen van die kinderen te voorzien van rente? Dat kunt u zo regelen, binnen 8 maanden na het overlijden van de eerste ouder, doorgaans de man. De langslevende echtgenoot is in 3/4 van de gevallen een vrouw. Hè. Het verschijnsel vrouw leeft sowieso 5 jaar langer dan het verschijnsel man. Hm? Een beetje vrouw is dus 7 jaar weduwe, hè? Een beetje vrouw. Ja, want ze is sowieso, leeft sowieso 5 jaar langer en ze is in het huwelijk vaak 2 jaar jonger. Dus daar staan we 7, hè? Heb ik thuis uitgerekend, dat klopt. Dus het probleem waar we het over hebben is vooral het probleem van de langslevende echtgenoot. En het is even van belang dat er in ieder geval die langslevende nog in ieder geval 7 jaar te leven heeft. Maar laten we gemakshalve even over 10 jaar. Als ik op die vorderingen van die kinderen rente zet, dan betekent dat dus, en die hoef ik niet uit te keren, die rente, hè? Die komt er gewoon bij geboekt. Dan betekent dat dus dat ik in 10 jaar, en ik mag er 6% samengestelde rente op zetten. 6% samengestelde rente. Dat betekent dat die vorderingen van die kinderen in 10 jaar 60% toenemen. Hè? Meer eigenlijk nog, omdat het samengestelde rente is. Hè? Dus toenemen dat komt allemaal dus bij die langslevende als schuld, hè, in die nalatenschap terecht. Dus dan wordt er waarschijnlijk bij die langslevende niks meer betaald. Dus dat is heel aantrekkelijk in dit opzicht om daar rente op te zetten op die vorderingen van die kinderen. Maar ik verzeker u dat het in veel gevallen verstandiger is om geen rente op die vorderingen te zetten. En ik zal u zeggen waarom. De kinderen hebben een vordering. Oké. Die kinderen betalen over die vordering erfbelasting. Weliswaar moet die langslevende die voorschieten, maar dan moet erfbelasting betaald worden. Die erfbelasting wordt berekend over de waarde van de vordering van die kinderen. Wat is die vordering van die kinderen waard? Die is pas opeisbaar over 10 jaar, of misschien nog langer, hè, hangt nog af van de actuariële levensverwachting van de langslevende echtgenoot. Dus die is wel, dat geld krijgen die kinderen ooit wel. Maar ja, als dat over 10 of 15 jaar is, is die vordering van die kinderen niet de nominale waarde. Die vordering van die kinderen is misschien maar 40% waard. En dus betaal je maar over 40% betaal die kinderen maar erfbelasting. Ja? Zet ik op die vordering een rente van 6% samengesteld, dan wordt die vordering gewaardeerd op 100%. Niet meer, want 6% zou ik nog meer kunnen zeggen, maar niet meer dan 100%. Hè? Maar 6%, ja, dan bent u in feite langslevend eigenlijk bank. En die kinderen krijgen 6% rente erbij geschreven, samengesteld.
Dus dat lijkt heel aantrekkelijk. Maar dan betaal je dus de erfbelasting meteen veel meer. Als je dat doet, rente erop zetten, dan loop je aan het risico dat die langslevende niet leeft zolang je nog verwacht had. Maar een jaar later van puur verdriet sterft. Dat kan, dat je als langslevende van puur verdriet het leven laat. Ik kan het me niet voorstellen hoor, maar het kan. He? Maar dan heb je wel te veel erfbelasting betaald, want die oprenting gaat gewoon, er wordt niks meer. He, dan, in zo'n geval. Dan komt bij dat als de langslevende het wel haalt, die 10 jaar bijvoorbeeld langer leeft, dat hij in die 10 jaar de mogelijkheid heeft om via schenkingen, en meestal wordt het huis ook verkocht, he, komt er geld liquide, via schenkingen vermogen over te hevelen naar die kinderen en haar nalatenschap, haar toekomstige nalatenschap, toch zeer te verkleinen. In zijn algemeenheid denk ik dat bij nalatenschappen onder de 5 ton, nalatenschappen, dan moeten het samen al meer dan 1 miljoen zijn, he, nalatenschappen onder de 5 ton het niet verstandig is om rente te zetten op de vorderingen van de kinderen. En een beetje erfbelasting dat die kinderen dan verschuldigd worden, moet dus worden voorgeschoten door de langslevende echtgenoot, tenzij je weer een ander systeem hanteert bij testament, dat die kinderen bijvoorbeeld helemaal uitsluit, maar daar ga ik nu niet verder over praten.